Hey, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we het hebben over boodschappen doen. Jawel, boodschappen. Ik wil het hierover hebben omdat ik altijd veel te veel geld uitgeef aan boodschappen doen. Dat ook echt veel te veel. Ik koop allemaal dingen die ik niet nodig heb. Dingen die ik uit wil proberen. Van die rare producten. Denk van, hey, misschien ook wel iets. En dan is het super smerig. Dan heb ik er zoveel geld aan uitgegeven. En dat is gewoon zonde. Dus ik heb een paar simpele regels voor mezelf opgesteld. Die ik iedere keer als ik boodschappen ga doen, ga toepassen. En dat ik daardoor minder besteed aan boodschappen doen en met de dingen thuis kom die ik ook echt nodig heb. Een van die dingen die ontzettend handig zijn is een boodschappenlijstje. Maak een boodschappenlijstje van vooraf aan, want je komt gegarandeerd met de dingen terug die je niet nodig hebt als je er geen hebt. Met de boodschappenlijst kun je altijd gewoon overzichtelijk zien van oké, dit heb ik nodig, je vergeet je niks en je komt met niks extra's thuis. Dan moet je natuurlijk ook gaan letten op huismerken, want huismerken zijn vaak net zo lekker, alleen gewoon een stuk goedkoper. En dat scheelt toch wel. Een tip die ik gekregen heb van een van mijn huisgenoten is dat ik ga pinnen voordat je de supermarkt ingaat. En niet gaat pinnen als je al in de supermarkt aan de kassa staat. Waarom? Dan heb je gewoon een vast bedrag in je hand en ze kun je nooit meer uitgeven. Hey, dat is over nagedacht, hè? Een ander iets is dat je natuurlijk altijd moet kijken wat er in de bonus is of in de aanbieding dat ligt aan de supermarkt. Maar dat je in ieder geval gewoon lekker kan profiteren van die 1+1 gratis of die 30% korting. De laatste tip voor in de supermarkt is kijk altijd het kassabonnetje naar. Hoe vaak ik al niet heb gezien dat er iets fout aangeslagen is, ik word er knettergek van. Maar dat scheelt je toch weer een paar euro, dus hou het in ieder geval altijd heel goed in de gaten. En last but not least, proefpakketjes via internet bestellen. Jawel, ze zijn er gewoon, gratis proefpakketjes. Fabrikanten willen jou hun fantastische nieuwe smaak laten proberen. Die kun je gewoon gratis thuis krijgen en ik zou zeggen, geniet ervan.